Oké, dus nu ben ik begonnen aan de zijkanten, de kastjes aan de zijkanten voor de camper. Dan zie je ook een beetje wat ik van materiaal gebruik voor de houtbewerking. Dus een vijl, ik heb ook een rasp. Klemmen voor te lijmen. Dan het hout zelf en ik heb zo'n verstekzaag gekocht, dit ding. Eigenlijk heb ik dat vooral gekocht omdat ik dan s'avonds in stilte kan werken als de dochter slaapt. Die slaapt hierboven. Dan zit ik liever niet elektrisch. En het is ook wel, het geeft meer precisie. Je kunt fijner dingen uitzagen. En wacht, zal ik de tekening bijpakken. Dat is het plan. Dus aan de ene kant heb ik niet veel ruimte. Heb ik hooguit zoveel, twee zo'n latten ruimte aan de zijkant van het bed. Dus daar ga ik voorlopig niks doen. Maar dan, zoals dat hierop te zien is. Ja, aan de andere kant heb ik ongeveer 31 centimeter. Dus dan ga ik van onder een latje van 31, ik maak weer een kader. Deze lat loopt iets schuin om die zijkanten, die oneffenheden in de zijkant weg te werken. Want, dus ik heb hier gewoon een schuine lat gelegd in plaats van die verschillende stukken te verbinden. Ik ga het eenvoudig houden. En dan hier ook nog een schuin stuk. En dat zijn die stukken hout die ik nu aan het zagen ben. Dus dat is 1-op-1 verbonden. Dus zo'n halve lat uitgezaagd en dan past daar een andere lat. Ik ga voor het beeld zal ik even zo laten zien. Maar dus die passen dan in elkaar en zo wordt dat op elkaar wordt dat dan gelijmd. Zo zijn de andere kaders in de camper ook gemaakt, die zijn stevig. En een overzichtje wat ik zal eens even goed leggen. Dus eigenlijk die lat is de onderste lat. En dan komt daar, dus die was 31 centimeter. Deze lat. Wacht, ik pak de platte lat. Dus die lange lat is de lat die schuin loopt langs de wand van de camper. Of kan men het? Zo, dus dat is, ja, het is nu niet helemaal correct verbonden, maar dus dat is de onderkant, dat leunt op die plank naast het bed, waar het bed ook op ligt. En dan daar van boven moet nog dit latje komen nu. En wel in die richting, denk ik. Ja, dus nu liggen de latten evenwijdig, maar eigenlijk die lat aan de binnenkant kom naar binnen toe, waardoor dat we in zijn heel zoiets krijgen. Dit is zo twee, dat zijn de zijkanten eigenlijk. Hè. Zo twee en daartussen kan ik dan hier nog onderverdelingen maken. Daaronder kunnen we bakken kwijt, in het midden kunnen we nog dingen kleren kwijt. Ik kan er kastjes van maken of gewoon een legplanken, maar het probleem bij legplanken is natuurlijk dat alles eruit valt. Dus ik moet misschien wat ik er eerst mee ga doen. Maar dat is om te beginnen de constructie. Nu moet ik identiek dezelfde vorm maken voor de andere kant. Die naar elkaar lijmen. En dan de verbinding ertussen, de horizontale. Dus dat staat verticaal aan de zijkant. Dan de horizontale stukken nog maken. En dan heb ik het volume klaar. En dan moet ik dus beslissen, kastjes, rekken, legplanken, noem maar op.